Ik wil het even hebben over het woord irritatie. Ik heb het net even opgezocht in het woordenboek. En daar staat als irritatie prikkeling. Irriteren, dat is dus prikkelen. Een lichte, oppervlakkige beschadiging veroorzaken. Dat zalfje irriteert de huid. Ergeren, ontstemmen. Irritatie is dus een woord dat eigenlijk zeer sumier uitgedrukt staat in het woordenboek. Het is dus duidelijk een prikkeling. Een prikkeling van je gemoedstoestand. Dat je laat zijn wie je op dat moment bent. Een prikkeling die ervoor zorgt dat je in een bepaalde gemoedstoestand komt. Komt dit, deze irritatie, komt dat vaak voor? Ja, het komt vaak voor. Vaak is het iets waar mensen zo'n alsof er een noodlucht heeft toegeslagen, naartoe kunnen kijken en een zalfje op was kunnen smeren. Ik kwam dat laatst nog tegen bij iemand die had ja, dus allemaal uitslag, een paar hals, later zag ik dat ook op de randen, zat irritatie. Ze zou er ongetwijfeld een zalfje voor hebben gekregen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad. Iets wat een mens kan irriteren. Iets dat een mens dus ja, een reactie van kan veroorzaken. Nou, bestaat er dus ook irritatie. Of ergernis tussen mensen. Mensen reageren vaak ook op elkaar. Hebben dan eigenlijk ook een zalfje nodig. Een ei over een dol. Het is een uiterlijke reactie die eigenlijk heel ja, die gewoon ook uiterlijk kan worden geopenbaard. Als je druk maakt, als er iets in je lichaam verkeerd is, dan reageert het lichaam erop. Eigenlijk kan je jezelf afvragen, wie is er verantwoordelijk voor irritatie? Zijn dat mensen zelf of zijn dat andere mensen? Bijvoorbeeld, als ik mij irriteer aan een ander mens. Is dat dan iets van mij of is dat iets van de ander? Dat kan ik me toch afvragen. Ik kan me afvragen, als ik mij irriteer, of dat iets van mijzelf is, of dat iets van een ander is. Dat is een grappige ondervinding eigenlijk. Want ik weet dat ik irriteer, maar ik weet ook dat anderen mij irriteren. Het uitspreken van een irritatie, dus van een ergernis, dat kan een hele bevrijding zijn. Dat kan zelfs als dat ene een zalfje zijn. Anders zou je dat niet zo gelijk willen benoemen.
Maar toch komt het wel een klein beetje in de buurt van hoe het eigenlijk gaat. Eigenlijk komt het wel een beetje in de buurt van wat er gebeurt als je irriteert. Irritatie ligt namelijk altijd in de hand dat je erover moet praten vaak. Het prikkelt je. En omdat je prikkelt, moet je het op een manier uiten. Maar toch ook is het van belang dat je de kern van die prikkeling doorhebt. Je kunt nog zoveel zalfjes gaan smeren. Je kunt je helemaal zelf onderplamuren met allemaal zalf. En dan nog steeds dat je alles eraan hebt gedaan. Sommige mensen die worden belaagd, noemen ze dan stalking. Stalking is eigenlijk ook een soort van ver doorgeschoten irritatie. Als iemand grenzen overgaat, als iemand een andermans grens overtreedt, willen ze dat al heel gauw stalking noemen. Dan denken ze, die is niet goed bij zijn verstand. Die praat alleen maar onzin. Hij vertelt alleen maar onzin. Maar eigenlijk irriteren die mensen zich. Eigenlijk irriteren die mensen zich omdat ze iets horen wat ze niet willen horen. En het eigenlijk willen bestrijden. Met een zalfje. Eigenlijk willen ze een zalfje uit de gas pakken. En zichzelf daar helemaal mee ondersmeren. Maar het zalfje, dat kan je niet zien. Want een zalfje, dat gebeurt wanneer mensen het uitspreken. Wanneer ze eigenlijk hun eigen verhaal gaan maken. Eigenlijk kan je dit opvatten als een soort van roddelen. Ja, gewoon roddelen. Dan kom ik aan bij een paar vormen die in ons land en andere landen natuurlijk erg bekend zijn. Dat is het zogeheten klagen. Klagen is eigenlijk niks anders dan een soort zalf. Als je maar genoeg klaagt, dan heeft dat de werking van een zalf. Maar is het een leuke zalf? Is het een echte zalf die helpt? Nou, dat hoeft helemaal niet. Soms helpt het helemaal niks. Als je bijvoorbeeld je voorstelt dat wanneer je het hebt over de meest persoonlijke dingen. De meest persoonlijke dingen die eigenlijk niemand wat aangaan. Die eigenlijk zelf maar lekker uit moet zoeken. Niet zozeer over een ander gaan, maar over je eigen prikkeling. Wanneer ze zo persoonlijk zijn dat eigenlijk niemand er iets mee kan. Dan kan je het misschien beter bij jezelf houden. Dan kan je het beter niet uitspreken. Nou, is dat in de geest van de mens toch even iets anders. Want
Irritatie, daar moet je iets mee. We weten allemaal heel goed dat wanneer je een plek hebt die jeukt, zodat je er beter niet kan aan kan krabben. Daarvoor hebben ze dus ook allemaal zalfjes uitgevonden. Dan wordt die plek niet rood of die gaat niet ontsteken. Maar die grens moeten we nog wel zien. Dan zien we dus heel vaak dat mensen die grenzen niet meer hebben. En die krabben maar door, dat bloedens toe. En ja, dat bloed, dan beklagen ze zich weer opnieuw. Oh jee, ik kan niet tegen die jeuk. En ik kan niet tegen die mens. En ik kan niet tegen dat. En ik, eigenlijk is het een, ja, het begint dan met iets van een ander dat op jou inwerkt en waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Want eigenlijk moet je zelf, je eigen irritatie, de baas zijn. Maar wanneer ben je je eigen irritatie de baas? Eigenlijk, als mensen weten dat ze andere mensen kunnen beïnvloeden op een negatieve manier, dan zouden ze daar heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Als ze dan spreken over eigenlijk zaken die pijn doen, dan ja, dan zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat de liedjes van André Hazes verboden moeten zijn. Dan zou je moeten zeggen dat de liedjes van Amalia Rodriguez verboden moeten zijn. Omdat ze, dan zou je moeten zeggen dat alle klaagliederen, ook in Spanje, van de armen. Ik heb zijn betekenis gehoord van de Spaanse flamenco. Maar dat, eigenlijk is dat ook niks meer dan alleen maar een groot geklaag. Mensen die klagen en mensen die irriteren. Die zwelgen daar vaak in. Die genieten daar vooral vaak van. Ik vind het heerlijk eigenlijk om te irriteren. Kunnen ze eigenlijk iets in herkennen? Van wat ze eigenlijk graag doen. Maar pas op dat je er niet van gaat houden. Van die irritatie. Want die irritatie kan ook iets vertellen. Tegenwoordige wat ronduit haat voorstaat. En ga je houden van de haat? Nee mensen, doe dat niet. Ga niet houden van de haat. Want houd je van de haat, dan zit je altijd fout. Probeer liever het goede in de anderen te zien, te ontdekken, dan je te fixeren op het kwade.